op hakken. En ik weet dat heel veel vrouwen het niet kunnen. En het is ook echt iets wat je moet leren. Ik heb het mezelf ook geleerd. Je wordt niet geboren met het kunnen lopen op hakken. Je moet het dus echt leren. En ik hoop dat ik jullie hierbij kan helpen. Want op zich is het helemaal niet zo moeilijk. En als je het eenmaal kan, dan kan je het voor de rest van je leven. Laten we beginnen met de basics. Er zijn eigenlijk twee manieren om te leren om op hakken te lopen. De eerste is begin zo laag mogelijk. Dus begin met een klein hakje. En bouw het op tot hele hoge hak. Dit is een bekende methode, maar het vergt heel veel tijd. Want toen ik dus begon met leren op hakken lopen, toen ben ik dus ook met zoiets begonnen. En dat deed toch zo'n pijn. Echt, oh, dat deed zo'n pijn in mijn voeten. Ik dacht, jeetje, dat ga ik nooit doen. En oh, die hoge hakken. Nou, op een gegeven moment, na een paar weken hierop gelopen te hebben, ben ik naar iets hoger gegaan, zoals dit. En oh, wat deed dat ook ongelofelijke pijn. Nou, op een gegeven moment ben ik er gewoon maar helemaal mee gekapt. Want ik dacht, oké, dit gaat me nooit lukken. Het doet zoveel pijn, ik begrijp het niet. En toen, een jaar later ongeveer, kocht ik een onwijs hoog paar hakken. Ik heb ze niet meer, maar het was zoiets in ieder geval. Gewoon heel hoog. En toen ben ik gewoon van platlopen, hop, meteen naar dit gegaan. En dat is dus de tweede methode. Dat is om het gelijk goed te doen. Dus gelijk deze pakken. En je wordt helemaal gek, want je kan het niet en het lukt niet en het doet pijn. Maar op een gegeven moment doet het steeds minder pijn. En als deze nog zeg maar moeilijk zijn, moet je eens voor de gein deze weer eens pakken. In ieder geval dat deed ik toen. En toen dacht ik, nou, hier kan ik gewoon op lopen, wat makkelijk. Want vergeleken met dit is dit dus niks. En dat is eigenlijk hoe het bij mij is gegaan. Ik heb het wel geprobeerd op te bouwen. Maar ik ben in één keer op een gegeven moment naar dit gegaan, de hoogste van de hoogste. En daar heb ik mezelf op gewoon gedwongen op te lopen om de dag. En als je dat kan, nou, dan kan je alles. Dan kan je alles wat eronder zit. Dus dat is zeg maar mijn tip om het te doen. Er zijn verschillende soorten hakken en ze lopen allemaal net iets anders. Wat heel makkelijk loopt, dat is een wedge. Dit is een wedge. Dit is niet, kijk, je hebt bijvoorbeeld pumps met zo'n hak. Die kunnen nogal wiebelig zijn. Vooral als je het niet zo goed kan. Maar dit is niet wiebelig. Dit is gewoon plat. Dit is het makkelijkste wat je kan doen als je gaat leren lopen op hakken. Dus begin met een wedge. En dit is nou een vrij hoge wedge. Maar je hebt ook wedges die zo zijn tot hier. En daar kan je bijvoorbeeld mee beginnen. Dat is heel stabiel. Niet hoog. En je gaat niet wankelen, wiebelen. En het loopt nog eens. Ja, het loopt eigenlijk best lekker. Dit is al, hier kan je voet al gaan wankelen. En hier moet je echt je balans ophouden, zeg maar. En dit heeft dat minder. Dit is natuurlijk al iets moeilijker dan een wedge, maar dit is zeg maar stap 2 wat je kan proberen. Wat over het algemeen ook vrij belangrijk is bij hakken, daar let niet iedereen op, maar dat zijn de randjes. Dus dit kan gaan snijden in je voet en dat wil je echt niet. Dat is zo ongemakkelijk. Dus altijd bij het passen gewoon kijken hoe het voelt, ook met blote voeten, want dit kan nogal heel ongemakkelijk zitten. En dan doet dit pijn en dan doet dit pijn. En dan snijdt het hier en dan word je helemaal gek. Enkellaarsjes, dat zijn ook echt hele goed. Dit is echt heel goed om te oefenen ook. Want hier heb je absoluut geen randjes of wat dan ook wat om je voet, wat je voet kan irriteren. En als je er eentje neemt met een laag hakje, dan is het echt een goede manier om te oefenen. Wat vrij moeilijk is om op te lopen is hout. En dat moet je ook echt leren. Maar hout is natuurlijk keihard, zoiets als dit. Dit beweegt nog een beetje mee met je voet. Maar dit is keihard. Nou, dit is ook gewoon een kwestie van oefenen. Maar begin dus niet op hout. Begin niet op hout. Begin niet met een te dun hakje. En begin niet met iets wat heel erg snijdt. Ook iets waar je rekening mee kan houden. Dit met zo'n bandje achter. Is ook vrij moeilijk om op te lopen. Dus de eerste keer niet dit pakken. En een open schoentje zoals dit is ook leuk en comfortabel. Maar daar kan je een beetje mee gaan shocken. Omdat je het nog moeilijk vindt waar je je voet moet zetten en zo. Dus probeer dat ook niet. Dus wat raad ik aan? Als je voor het eerst hakken wil lopen, begin je of op hele kleintjes. Of je neemt gewone hakken die vrij hoog zijn. Die super comfortabel zitten. Dus test ze allemaal in de winkel die echt gewoon helemaal naar je vorm, naar je voet goed passen. En daar ga je mee proberen. Oh, en plateau zou ik ook even uitstellen. Maar eigenlijk is er gewoon een heel sneaky trucje wat volgens mij ook heel veel vrouwen gebruiken. Maar sommigen weten dat gewoon niet. Je neemt je hakken mee in een tasje. Je doet gewoon bij je glamorous outfit, doe je gewoon je lelijkste of in ieder geval platste, lichtste schoentjes aan. En je neemt in een tasje je hakken mee.
Als je geluk hebt, past dit in je tas en anders neem je hem gewoon zo los mee. En als je op de plaats van bestemming bent, dan wissel je ze om. Hakken eruit. Slippers in het tasje. En als je hele kleine platte slippers aandoet of schoentjes, dan kunnen ze in je handtas. Gewoon in dat zakje, die wikkel je hup in je handtas. En dan ga je op je hakken. En als je klaar bent, dan wissel je ze weer om. Dan kan je weer lekker op platte schoentjes lopen. En als je een auto hebt, is het natuurlijk helemaal handig. Want dan laat je de platte schoenen gewoon in de auto. En dat is eigenlijk een geheim. En in New York doen ze dat allemaal. Hè? Dan gaan ze gewoon op hun Nike's lopen ze naar hun werk. En dan vlak voor ze naar binnen gaan, doen ze hun hakken aan. Heel normaal. Ik ga jullie laten zien hoe je zelf goed op hakken kan lopen. Want het is helemaal niet moeilijk. Het is echt een kwestie van leren. En als je het eenmaal kan, dan kan je het voor altijd. Wat je vooral niet moet doen, wat je veel ziet bij vrouwen, is dat ze gaan shocken. Dat is dit. Ze weten niet goed waar ze hun voet moeten neerzetten. En het is een beetje instabiel. En het ziet er gewoon een beetje raar uit. Wat je ook niet moet doen, is dat je voet plat neerzet. Dus plat, plat, plat. Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet ook niet alleen maar op je tenen lopen. Je denkt, oh, het lijkt op je tenen lopen. Nou, dan doe ik het zo. Nee, dat ziet er ook niet goed uit. En op je hak lopen, dat is echt, dat ziet er heel raar uit ook. Dat zie ik ook wel eens op straat. Knallen op je hak is ook niet de bedoeling. Je begint door achter je voet neer te zetten op de hak. Een beetje scheef. Daarna ga je voorzichtig naar voren leunen. Kijk hoe het been meegaat. Leun meer naar voren. En daarna zet je de volgende voet neer. Op dezelfde manier. Je valt als het ware naar voren. Het is heel belangrijk om het gewicht te verdelen over je voeten. Dus je hakken. Wat je niet moet doen is met je benen te wijd gaan lopen. Het staat heel stom. En je moet ook niet te kleine stapjes nemen. Wat je ook niet moet doen is je heupen helemaal strak houden. Die moeten juist een beetje flexibel zijn. Je moet ook niet te flexibel zijn natuurlijk. Dus overdreven opzij gaan, dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Wat je moet doen is gewoon een beetje soepel met je heupen lopen en in één rechte lijn. Dat is het allerbelangrijkste. Zorg ervoor dat je een niet zichtbare rechte lijn maakt waar je overheen loopt. Vermijd te dunne hakjes met een bandje, vooral de eerste keer, want dat kan nogal wiebelig worden dan. En vermijd ook dat de bandjes te los zitten, want dat loopt ook absoluut niet goed, ook bij wedges. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie er wat van geleerd hebben. Ik wil alleen nog meegeven, elke dag op hakken lopen, dat hoeft echt niet. Ik wissel het vaak om, want je voeten moeten ook een rustdag hebben, dus één dag plat en één dag hakken. En als je dit vaak genoeg oefent, voor je het weet, kan je op torenhoge hakken lopen. Het belangrijkste is dus een rechte lijn en je heup een beetje meebewegen. Succes!